Het is krankzinnig. De meeste vakken zijn leeg en de mensen vechten om een brood of wc-papier is er ook niet meer. Lange rijen voor de kassa's, lege vakken en een volle parkeergarage. Hamsteren is overigens niet nodig. Het is hier hartstikke druk. Maar ik heb mensen echt met 10 broden zien lopen, 8 pizza's. Als je hier kijkt, zie je gewoon lege schappen. Wat zou er gebeuren als er echt oorlog uitbreekt? Iemand die neiging heeft, stopt ermee. Het slaat nergens op. Er is geen tekort, er zijn voldoende voorraden. Dus de oproep is aan de mensen die dat doen, doe dat niet. Mensen moeten wel een beetje normaal blijven. Ik heb gisteren ook al gehamsterd. Maar ik ga toch nog eventjes naar binnen om te kijken of nog wat nodige dingen in huis. Dus het is ook eigenlijk niet zo heel aardig voor de mensen die op dit moment hard voor ons werken. Ik moet gelijk weg. Anders maak ik hem eens even open. Ik denk, jij gaat hem openmaken, maar... Dat was het idee, want dat is leuk. Bert. Een stuk vreten dat je er bent.